Je weet, ik maak gebruik van IMU's Huddle. Ja. Daar hebben wij ook al eens over gehad. Hè? Van, ja. Van, want Huddle presenteert zich als community software. Ja. Een beetje, denk ik, met het oog naar Facebook en LinkedIn. Ja, heel hè? Erg. Je ziet ja, daar toch? Heel veel de principes van die site zie je daarin terugkomen. Ja. En wat mis jij in het kort bij Huddle? Wat het voornaamste wat ik mis, ja, wat leuk is in een vereniging, is dat mensen kunnen laten zien wie ze zijn. Dat ze door, doordat je face-to-face contact hebt, kun je indrukken opdoen van iemand. Ja. Online is dat natuurlijk wat lastiger. Ja. En wat je eigenlijk zou willen, is dat je van andere leden van een community weet wie ze zijn, hoe ze zijn, wat ze van dingen vinden. Ja. Dus eigenlijk een soort profiel, maar dan gebaseerd op actueel gedrag. En niet op allerhande data die ergens bij elkaar geharkt en statistisch geïmplementeerd worden. Ja. 2024 schrijf je in je boek in het hoofdstuk De Rol van Online Marketing over de wisselende EU-wetten. Kun je daar iets over vertellen en wat voor betekenis deze kunnen hebben voor de huidige online wereld? Ja, laat ik beginnen met de cookie-wet. Ja. Als er nou iets is wat mij mateloos irriteert, zijn dat die verdomde cookieboodschappen. En wat de overheid, of degene, laat ik het zo zeggen, die die cookiewet hebben bedacht, zich totaal niet hebben gerealiseerd. Ja. Overigens, dat lijkt me een beetje een standaard patroon bij de overheid. Ja. Is hoe het echte leven in elkaar zit. Ja. Hoe werken en hoe gedragen mensen zich? Dan hebben ze een cookiewet geïntroduceerd om de privacy van mensen te beschermen. Ja. Nou, wat gebeurt er? Je krijgt zo'n message. Je moet daar een keuze maken. Nou, dat is al vaak wat irritant. Maar goed, dat doe je dan. Ja. Dan krijg je naar de volgende website, krijg je weer hetzelfde verhaal. Maar hoe kijk jij naar het verdienmodel van een community? En waarom heb je het nodig? Ja, het hangt een beetje af van de type community. Mm-hmm. Maar hebben we het over een expert community, dan gaat het vooral over kennis. Ja. Een expert heeft kennis. Die kennis, als dat goede, zinnige kennis is heeft die een waarde. Ja. Heeft die een waarde voor een bepaalde groep mensen. Ja. Als die lid worden van een community, dan heeft die kennis voor hen een waarde. En dan vind ik het niet irreëel dat je zegt van ja, maar die kennis die heb ik opgebouwd, heeft mij inspanning, tijd, moeite, ook geld gekost. Daar wil ik wel iets van terugzien. Ja. Dus dat je dan op zo'n moment zegt van ja, om lid te worden van de community en al die kennis op te doen. Ja, in plaats van naar een cursus te gaan of boeken te kopen, dan moet je iets voor betalen. Ja. Dus ik vind zo'n community dat daar een bedrag voor het lidmaatschap van toepassing is, vind ik reëel. Het interessante wat erbij komt, is dat natuurlijk door, als de community goed functioneert en goed werkt, de leden elkaar ook heel veel kunnen leren. Heel veel tips kunnen geven. Ja, en daarom hoeft een community, wat dat betreft, een betaalde community ook niet vreselijk duur te zijn. Nee. Maar het feit dat je lid bent, dat je daar een bepaald bedrag voor betaalt, dat betekent dat je op heel veel manieren je kennis kunt aanvullen. Ja. Een van de dingen die in je boek terugkomt, is dat het leven van online marketeer er anders uit gaat zien. Ja. Hoe denk jij over, dat is natuurlijk een beetje een visionaire vraag, over 5 jaar? Waar een verschilt, of 3 jaar, waar verschilt het dan ten opzichte van nu? Nou, het grootste, dan ga ik even chargeren. Ja. Marketeers zijn gewend om heel veel te bedenken en te doen en dat richting de klanten te sturen. Ja, te pushen. Te pushen. Ja. En ze zijn maar druk bezig en ze zijn maar aan het pushen. Ja. Een marketeer moet eigenlijk vreselijk lui worden. Ja. Moet eigenlijk gewoon niks meer doen. Laat die klanten maar werken. Ja. Even gechargeerd. Maar waar ze zich mee bezig moeten houden is, hoe krijg ik die klant in beweging? Ja. Dus hoe kan ik hem triggeren om in een community rond het thema actief te worden en van daaruit dan toch bij mij terecht te komen. Ja. Nou, dat is dus eigenlijk een enorme hoeveelheid empathie die daarvoor nodig is. En die